Ja, dat is de vraag, hè. Wat voor persoon bent u? Bent u een steekman of bent u een meloenenman? Ik hou wel van meloenen. Maar ik denk toch dat ik voor de steek ga. Yo mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe aflevering. Holy smokes, guys, jongens. Ik deed één keer de vorige aflevering iets grappigs met die intro en meteen 3500 likes op de aflevering. Ik zei dat jullie het konden als jullie erin geloofden en als jullie erin droomden. Of tenminste, als jullie je droom werkelijkheid maken of zo. Ik weet het niet. Ik ben niet heel goed in motivational speeches. Maar jullie hebben het gedaan en jullie hebben echt. Jullie zijn bazen geweest met die like-button. Dus ik ga jullie ook iets voor teruggeven. Namelijk een Minecraft. Of een Minecraft. Een Mindtopia invite. Ik weet nog niet precies hoe ik hem ga weggeven. Ik ga daar misschien straks nog even over nadenken met de gast die vandaag in de aflevering aanwezig is. Er zal waarschijnlijk ergens in het midden of het einde van de aflevering zitten. Kijk hem rustig af. Het is nooit. Ja, dat je snel moet zijn met een invite. Je moet gewoon juist heel slim en lang erover nadenken. Dan maak je de meeste kans. Maar dat is dus mijn cadeautje terug aan jullie voor de awesome support. En uiteraard, als we vandaag weer de 1500 likes halen, komt er morgen weer een aflevering online voor jullie bazen. Maar, ik had jullie verteld over de Dodo Flat. Nou, ik denk dat Dodo Flat is niet echt een goede naam. Want het moet meer een resort zijn. Een hoe zeg je dat? Echt zo'n plek waar je heen gaat en waar het luxe to the max is. Weet je wel? Dat moet het eigenlijk zijn. Niet zo'n saaie, kale flat zoals hier. Maar gewoon iets moois, iets luxueus. En dan kan je natuurlijk naar een bouwbedrijf gaan die gewoon standaard iets voor je neerplompt. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Mijn gebouw, ja, is niet het einde. Qua hoe mooi het is. Maar toen dacht ik, naar wie kan je dan gaan? Toen had ik het geniale idee naar Jurgen. Want hij is een architect. Oh, dan loopt hier Gijs langs. Hallo. Dus meneer de... Hij wordt de bankeigenaar. Gegroet. Volgens mij. In Sunnyvale. Of ik weet niet of ik iets heel groots spoil. Maar ja, ik ga dus eerst even langs bij Jurgen. En dan misschien later nog wel bij Gijs. Het is wel interessant om te praten. Zeker als ik wil investeren in zo'n resort. Dan heb ik wel wat geld van de bank nodig. Dus daar zou Gijs goed bij kunnen helpen. Maar dat doen wij later. Even kijken of er iemand is. Dat is wel handig. Yo, goedemiddag. Oh, hallo. Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Kan ik u ergens mee helpen? Ja, goed. U kunt mij zeker helpen, want ik ben op zoek naar een heel groot nieuw project. En eigenlijk iemand die dat, die mij kan helpen bij zo'n groot project. Het is een bouwproject, duidelijk. Oké. Nou ja, dan bent u zeker aan het goede adres, ja. Ja? Ja, top. Ja, ik dacht ik ga eerst even zitten voordat ik mijn hele levensverhaal aan u ga voorleggen. Ja, nee, precies. Nou, we hebben plek zat hier. Top. Zal ik op de meloenenstoel of op de... Ja. De steekstoel. Ja, dat is de vraag, hè. Wat voor persoon bent u? Bent u een steekman of bent u een meloenenman? Ik hou wel van meloenen. Maar ik denk toch dat ik voor de steek ga. Oké, ja, kijk, Scooby is heel blij met de meloenenstoel. Ja, ik zie het. Mag die wel op de stoel? Ja, nee, niet, maar hij is er wel heel blij mee. Ja, hij komt er ook net niet op. Nee. Maar hij blijft ook gewoon doorgaan, hoor. Die houdt niet op. Nee, precies. Ja, puppies en meloenen, dat is altijd een mooi plaatje. maar ik had eigenlijk een vraagje. Want ik ben, zoals ik al zei, met een heel groot project bezig. En ik vroeg me af of u daar advies voor zou kunnen geven. Ik weet niet of zo'n offerte eigenlijk vrijblijvend is. Of hoe dat voor u precies werkt. Ja, wij maken meestal gewoon gratis offertes aan. Zeker als mensen nog niet zeker weten wat ze willen. Ze willen gewoon... Ja, precies. Ja, wat meer informatie opdoen. Dat doen wij gewoon allemaal gratis erbij. Oké, top. Want ik had een vraag. Ik had u een plaatje gestuurd. Had u die ontvangen in de brievenbus? Ja, dat klopt. Ja, die heb ik doorgenomen inderdaad. Het zag er heel mooi uit. Heel luxe, tropisch bijna. Ja, top. Nou, ik laat het nu ook even aan de kijkers zien. Dit is het plaatje dat ik had gestuurd naar Jurgen. Want ja, ik ben dus eigenlijk bezig met het plan. Het was eerst een vrij abstract plan, maar ik denk van ja, we kunnen best kijken hoe reëel het kan zijn om een resort, zoals u daar ziet, in Sunnyvale te zetten. Ja, dat is natuurlijk de ideale plaats, dat Sunnyvale. De naam alleen al is al lokt al vakantiegevoelens gewoon meteen uit. Ja, precies, want als u achter zich kijkt, dan zie je het F5 gebouw en dat is natuurlijk een beetje een... Ja, commercieel. We gooien er nog een verdieping op en nog een... Oh, wow, dat zijn echt heel veel verdiepingen trouwens. Nu ik er naar kijk. Ja, dit zijn er echt veel. Dit is echt zo'n stadcentrum. Dit is heel ja, stads. Ja, precies.
En ik denk dat het hier alleen maar steeds stedelijker gaat worden in de buurt. Ja. Dus dan is de ontsnapping naar Sunnyvale, waar heel... Nou, volgens mij is het nu al het gesprek van de dag. Ja. En als er dan zo'n mooi vakantieresort staat, waar je dus niet per se een huis hoeft te kopen, maar gewoon voor een weekje of misschien een maandje gewoon een kamertje kan huren. Of misschien gewoon vast een kamer, dat is helemaal ideaal. Ja, precies. Gewoon eigenlijk een... Ja, je hebt altijd van die rijke mensen. Ik bedoel, je weet hoe rijk de mensen hier in de buurt zijn. Die willen allemaal natuurlijk wel zo'n heerlijk, ja, getaway. Gewoon even lekker naar hun vakantieappartement in Sunnyvale bijvoorbeeld. Dus daar, ja, zat precies. Ik eigenlijk aan te denken. Ja, dat is sowieso een goed idee. Ik denk dat het wel een gat in de markt is. Want je hoeft dan ook niet je eigen plot te gaan kopen, je eigen huis te laten bouwen. Nee, dat is zoveel zeker werk. Niet. Je kwaad gewoon, je koopt één keer de kamer en dan hoef je eigenlijk alleen nog maar meubels te laten komen. En je bent gewoon settled. Ja. Ja, klopt. Dat was eigenlijk het hele idee. En zeker de natuur is natuurlijk ook heel mooi in Sunnyvale. Ik heb er allemaal plaatjes van gezien en dat ziet er echt fantastisch uit met heel veel water. Want je moet natuurlijk wel een, ja, vakantieappartement hebben bij het water. Maar het ziet er allemaal heel mooi uit. En zeker omdat ik daar zelf ook waarschijnlijk in de gemeente ga werken, kan ik ook een hele mooie deal maken met het bouwbedrijf of met de bank. Om uiteraard zo'n investering hiervoor te maken. Want ik ben heel benieuwd, wat zou zoiets, denkt u, ongeveer kosten? Ik heb namelijk geen idee van de prijs, want die zijn de laatste tijd volgens mij heel erg veranderd. Ja. Het was eerst een beetje onoverzichtelijk hier in Mindtopia met bouwvergunningen en alles, maar het bouwbedrijf heeft nu gewoon vaste inkoopprijzen. Okay. En dan krijgen wij via onze architectenbureau een speciale deal, waardoor wij dus iets meer korting erop krijgen. Dus meestal pakt het dat wel voordelig uit. Aha. Plus, u heeft veel meer zeggenschap in uw eigen ontwerp. Als u het niet goed vindt, dan kunnen wij het meteen nog aanpassen zonder dat de kosten, zeg maar, omhoog blijven lopen. Ja. Maar ja, voor dit ontwerp hangt het er heel erg af welke materiaalkeuze u zou nemen. Want het is echt per blokje dat het berekend wordt? Ja. Dus elk blokje, dat kost geld. En dan zitten wij nog in de situatie natuurlijk van voor de nieuwe prijzen. Dat heeft u waarschijnlijk ook met uw winkel. Maar tegenwoordig zijn bijvoorbeeld deze blokken hier, dit kwarts, alle blokken kwarts, zijn super duur. Echt? Ja, maar het is echt super, super duur. Ik weet nog, toen ik een... Nou, u ziet de winkel achter zich door het raampje. Maar toen ik alles kocht, toen was het gewoon zo van... Oké, je wilt iets van een dierenwinkel. Wat was het? 50.000 of zo. En dan komt het er. Ja, nou, daar heeft het bouwbedrijf zich dus ook een beetje in vergist met inkoopprijzen en zo, dat ze dan uiteindelijk toch niet zo heel veel winst overhielden. Oké. En dus nu is het aangepast dat de markt wat eerlijker is. En zeker omdat wij natuurlijk een soort tweede bedrijf in de bouwmarkt, zodat de concurrentie ook eerlijk blijft. Niet dat de een veel lager kan dan de ander. Ja, precies. De markt is gelijk getrokken. Dus ja, het hangt heel erg van de materialen af. Als je niet te duur wilt gaan, bijvoorbeeld hout, zoals dit ook hout, is de goedkoopste soort van hout. Maar als je dan bijvoorbeeld weer voor dat dark oak gaat, ja, dat is weer juist de duurste soort. En zo gaat het eigenlijk met alle materialen. Ze zijn allemaal gesorteerd in prijsklassen, als het ware. Oké, maar u zou dan dus ook een offerte kunnen opmaken, van nou, het gaat er zo ongeveer uitzien. Zeker als ik gewoon zeg van, nou, ik ga sowieso bij jullie het huis of bij het resort kopen. En dat jullie dan eerst een beetje tekeningen laten zien van, nou, we willen dit gebruiken en dat zou dan ongeveer dit kosten. Ja, precies. Wat wij meestal doen, we maken gewoon een mooi ontwerp zoals u het wilt. Ja. Dan vragen wij de prijs op. En als we dan merken van, ja, die prijs is veel hoger dan u had verwacht of dan uw budget is. Dan veranderen we gewoon bijvoorbeeld eerst gewoon een materiaal en kijken of we dan al de prijs weer zo naar beneden kunnen brengen. Dat het wel binnen het budget valt, zeg maar. Oké, want het plaatje dat ik u stuurde, dat was heel veel hout. Dus dat zou dan... Ja, dat is inderdaad. Maar dat is natuurlijk ook voor het vakantiesfeertje. Kan je ook hout gebruiken. En dat is heel voordelig voor u. Want dat betekent gewoon dat de prijs lager blijft. Oh, dat is wel heel slim. En dan heb je dus alsnog dat je de keuze hebt om wat luxer hout te gebruiken. Om wat accenten aan te brengen. Waardoor het er toch nog luxe uitziet. Ja, en dan precies. En mensen gaan denken van, oh ja, dat is niet gewoon een klein houten hutje waar ik dan een appartement in moet kopen. Nee, oké. Oh, dat is wel slim, ja. Maar kan ik dan bij wijze van spreken nu naar mijn huis lopen om te kijken wat dan alle bouwmaterialen zijn? Heb ik zeldzame blokken bijvoorbeeld? Of... Nou ja, als we naar uw huis kijken, we kunnen wel even er naartoe gaan. Het is toch hiernaast. Ja, het is er tegenover. Maar ja, u heeft ook al... U en wij hebben natuurlijk allebei best wel wat quartz in ons gebouw zitten. Ja, en dat was het zeldzaamste, zei je. Dat is het duurste bouwmateriaal op dit moment. Daarom worden nu ook geen dingen meer neergezet in quartz.
Ah. U weet misschien nog wel dat heel dit gebouw eerst van kwarts was. Ja, klopt, je, helemaal wit. Ja, dat heeft het bouwbedrijf zoveel verlies opgelopen dat ze dus toen alles hebben terug moeten draaien. Omdat het gewoon niet... Oh, ja, wow. Het kon gewoon niet betaald worden. Ook niet door het bouwbedrijf. Omdat ze gewoon een te lage verkoopprijs hadden gedaan. Jeetje. Dus u kunt van geluk spreken dat u nog best wel zoveel kwarts in uw ontwerp heeft zitten. Want dat is gewoon lekker veel geld. Dus dat straalt ook wat uit, zeg maar. Ja, precies. Oké. Okay. Maar kijk, dit is dus dat kwarts, dat witte. Ja, dat witte. Alle witte. En dan maakt het in principe niet uit welke kwarts het is. Alle soorten. Dus stel ook als u een klein tafeltje of een ster of wat dan ook heeft. Uh-huh. Al dat kwarts is gewoon even waardevol. Dus... Ah, wauw. Oké. Okay. En dan heb je hier inderdaad nog dit soort steen. Ik weet niet of dat dan zeldzaam is. Ja, ik ben hier gewoon alles... Dit steen is best wel goedkoop. Net zoals het hout. Dat zijn redelijk goedkope materialen. Okay, daarom zie je dat ook best veel terugkomen in gebouwen. Ja. Oké, okay, duidelijk. Maar ja, hier, als je hier kijkt, een hele wand aan kwarts. Ja, dat is dus best wel... dat is een duur muurtje. En hier ook. Hier is ook allemaal... Dit heb ik gewoon gratis gekregen van het bouwbedrijf. Die zijn dus van een complementaire tunnel, heb ik gekregen. Nou ja, dat zullen ze misschien naar de hand niet zo fijn vinden dat ze hier allemaal kwarts in hebben gestopt. Want oh, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aan allebei de kant of zo. Nou, dat zit toch alweer een paar... ik denk toch wel een paar duizend euro in. Paar duizend? Dus dan zou ik gewoon tegen hun kunnen zeggen zo van... Nou ja, vervang dit maar met steen of zo. Ja, naar wie moet ik dan als ik zoiets heb? Naar de scrapyard, die koopt materialen op. Maar ik weet niet wat voor prijs hun hanteren. Ik denk niet de normale prijs. Nee, dat zou heel raar zijn. Ja. Dus ik denk dat, nou ja, maar als je voor de helft van de prijs of zo zou verkopen, dan denk ik alsnog dat het wel redelijk wat oplevert. Jeetje. Oké, okay, nou... Dus mocht u ooit geldproblemen hebben, dan weet u waar u nog een reservepotje heeft zitten, als het ware. Ja, zeker. Maar wat is dit dan, als we er toch staan? Dit blok. Deze twee. Sea Lanterns. Die zijn redelijk volgens mij. Die geven ook licht zelfs. Ze zijn wel duurder dan glowstone bijvoorbeeld. Want glowstone is goedkoper. Oké. Okay. En het is bijvoorbeeld ook goedkoper om glowstone al aan te laten leggen tijdens de bouw. In plaats van dat u het daarna nog bij de IKEA... want ik werk Okay. bij IKEA. Oh, je werkt dat ook? Dat is iets duurder bij de IKEA. Omdat het, ja, dan moeten we het natuurlijk weer... Want vaak wordt dat verlichting gebruikt in de vloer of wat dan ook. Moet dat weer worden ingebouwd. Dus, ja, dus dat is vaak duurder dan als je het gewoon direct... Oké, ik wil meteen glowstone daar hebben. Ah, oké. Okay. Duidelijk. Maar u werkt bij de IKEA. Zit u dan ook bij de IKEA tag hier? Oh my god, hier is nog meer... Ja, u heeft echt gewoon een soort reserve aan quartz in uw huis zitten. Als u ooit geldproblemen heeft, zou ik gewoon eerst... offerte opvragen bij Scrapyard. En dan denk ik dat u al best een flinke reserve heeft. Jeetje, ja. Ik wist het niet eens. Ik bedoel, nu dat je het zegt, kijk ik omhoog en zie ik... Ja, overal zie je opeens geld rondzweven. Ja, precies. Ja. Nou, ja, zeker als je zo'n investering wil maken, dan is natuurlijk elk centje is wel welkom. Ja, precies. Nee, ja, het is inderdaad een optie om te overwegen om in ieder geval een offerte op te vragen bij de Scrapyard misschien. Ja, dat is wel een hele goeie. Maar daar heb je de IKEA-tag. Werkt u daar dan ook? Ja, kijk, sinds kort hebben we deze nieuwe telefoontjes, de Nokia's. En die zijn fancy. Echt super populair. Ik heb er gisteren bijvoorbeeld al twee op één dag meteen achter elkaar verkocht. Echt? En die waren ook niet heel duur, toch? Iets van 500 of zo? Deze zijn maar 500 per stuk. En ja, Nokia's gaan natuurlijk nooit kapot. Ja. Dus je hoeft er maar één te kopen en je bent gewoon, settled for life. Oh, wauw. Oké, okay. Zou ik er nu eentje kunnen kopen? Ik weet dat het een beetje raar is, aangezien we spraken over taxatie en dergelijke. Nee, tuurlijk joh. Dan lopen we gewoon even naartoe. Kijk, het is toch lekker dichtbij. We zitten in dat opzicht best wel neutraal natuurlijk, best wel centraal. Zo. Alle winkels zijn tegenwoordig vlak om de hoek. Nou ja, die van ons wel. Ik bedoel, als je kijkt naar het grond dat we hier hebben. Ik bedoel, ik heb namelijk, weet niet of je het al wist, maar ik heb deze... Twee plots heb ik uiteraard ook, waar mijn huis staat en dit plot. Maar ja, ik gebruik hem niet. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die hem willen kopen. Ja, tuurlijk. Iedereen wil hier in dit centrum zitten. Want als je kijkt wat voor winkels er allemaal hier zitten. Ja, inderdaad. Bijna alles heb je. En hoeveel betaalden zij hier voor een winkel? Iets van 70.000 of zo? Ik heb ik weet het niet. Ik werk natuurlijk alleen maar hier. Ik heb niet gekocht. Maar ik denk inderdaad dat dat best nog wel redelijke bedragen zijn, hoor, die je hier voor neerlegt. Jeetje, ja, en dan heb je zo'n heel plot. Ik bedoel, over goede ruimte gesproken.
Kijk, maar hier, hier hangt hij. Oh ja, ik zie hem. Dit ook, ja. Ja, ja, ik zag vorige keer ook... Oh, de hond staat erin. Ga eens aan de kant. Oh. Zo, nee, ik heb hem al weggeduwd. Oh, wauw, top. Zou ik er eentje mogen? Ik moet hem wel eerst even pinnen, volgens mij. Oh, dan maak ik even snel de rekening voor u. Ja, perfect. Dan ben ik zo terug. 500, toch? Ja, 500 per stuk. Oké, top. Ja, ik heb er maar één nodig, denk ik. Even kijken. Oh, guys, jongens. Ik kan dus gewoon het hele huis nog een upgrade geven wat betreft... hoe heet dat? Al die quartz die ik erin heb staan. Dat is wel echt iets om over na te denken. Ik ga het straks nog even erover hebben. Voor nu kopen we even die mobiel. Dat is altijd handig om te hebben. Dan ben ik weer. Oké. Ik heb uw rekening bijna klaar. Toppie. Zo. En ik kan hem nu ook meteen meegeven. Dat is het voordeel aan deze soort verkopen. Die kunnen we meteen, meteen afleveren. In plaats van dat u moet wachten tot uw meubels er zijn. Super handig. Wat kan je trouwens met de computer? Is dat gewoon voor winkels en zo? Voor administratie? Ja, precies. Voor administratie en zo. Okay. En ja, we hebben nu een nieuw model binnen. En die zijn hartstikke mooi. Ik heb er zelf ook eentje besteld voor het architectenbureau. Oh, handig. Oké, hier is uw rekening. Top, dan kijk ik even. Nokia 530 FM's, yes, top. Dan heb ik voor hier u het geld. Yes. Oké, dan doe ik dat even in de kassa leggen. Moet ik dan ook de rekening teruggeven of hoe werkt dat precies? Nee, dat is uw exemplaar. Ik heb een tweede exemplaar voor onze administratie. Dat is uw aankoopsbewijs. En daar is uw Nokia. Oh, wauw. Cool. Nou, tof. Ontzettend bedankt. Dan ga ik daar binnenkort maar even mee sleutelen hoe dat precies werkt. Want ik heb nog nooit een mobiel gebruikt hier in Mindtopia. En dan loop ik eventjes door. Want ik ben dan eigenlijk wel heel benieuwd... Ja, nu het heeft gehad over het kwarts en zo. Hoe dat dan precies zit. En ik wil eigenlijk mijn huis zo snel mogelijk een beetje gaan bekijken allemaal. Ja, dat snap ik. Want er zit nog best wel wat geld in. En zeker als u weer een grote investering gaat doen... Ja, zeker. Kan er best van pas komen. Want dan, wanneer Sunnyvale open is, zal ik dan even terugkomen om te vragen voor een offerte. En dan kan ik natuurlijk de plots al kopen. Ja, precies. Dan kunnen we de plots opmeten. Want dat is natuurlijk wat wij nodig hebben voor een ontwerp. Wij moeten de afmetingen weten waarbinnen wij aan de slag moeten gaan. Ja, nee, dat begrijp ik volledig. Oké, nou perfect. Dan ga ik door en dan wil ik u ontzettend bedanken voor alle hulp en de Nokia. Ja, graag gedaan. Alright. En dan zie ik u binnenkort weer. Is goed, tot ziens. Tot ziens. Wow, guys, wat een dag. We hebben gewoon een freaking Nokia erbij. En we horen dat dus blijkbaar onze winkel ontzettend veel duur materiaal heeft. Want ja, dit is gebouwd in de tijd van begin van Mindtopia natuurlijk. Waar bouwers zoiets hadden van, we doen wel wat wit en we doen wel wat dit. Maar blijkbaar is die quartz dus ontzettend veel waard. Dat kan ik natuurlijk allemaal verkopen en laten vervangen met iets nieuws. Stel nou, je doet witte klei of zo, dan zie je het... verschil niet eens in het ontwerp. Maar ja, op de bankrekening zie je wel degelijk een heel groot verschil. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie mening over wat we met de quartz moeten doen. Maar veel belangrijker natuurlijk wil ik jullie vertellen hoe je de Mindtopia Invite kan winnen. Wij gaan namelijk een resort maken, zoals jullie hebben gehoord. Dat is tenminste het plan. Maar die moet natuurlijk wel een naam hebben. Nou, had ik Dodo Resort verwacht. Op zich wel leuk, maar ik denk dat we met iets beters kunnen komen. Laat dus de naam van het resort achter in de comments met je Skype. En waarom jij uiteraard de invite wil winnen. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden. Ik ga iemand uit die comments kiezen en die ga ik een invite geven voor Mindtopia. Vergeet dus ook niet deze video te liken, omdat jullie gewoon bazen zijn, net als de vorige video. Vergeet zeker niet Jurgen zijn kanaal in de beschrijving te checken. Die staat daar gewoon, is hartstikke klikbaar als je dat zou willen. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe aflevering. Dankjewel voor het kijken en tot morgen mensen. Ciao. Alle miners zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar de ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey paard.